Behalve de subsidie van meel door de overheid wil minister Saskia Walden van Economische Zaken ook een regeling voor andere grondstoffen voor de productie van brood om de prijs betaalbaar te houden. Tijdens een onderhoud op 5 augustus heeft het bakkerscollectief de bewindsvrouwen voorgehouden dat de prijs van gist, margarine, olie en suiker enorm zijn gestegen. Ook de vervoerskosten van de grondstoffen, de verhoogde benzineprijzen, de verhoogde huurprijzen van de panden, de aanschaf van machineonderdelen en de opkomende verhoogde EBS en SWM-tarieven maken dat het bakkerscollectief de prijs wilt verhogen van 1 SRD50 naar 1 SRD80 per punt brood. Walden zegt dat zij met importeurs van de grondstoffen afspraken wil maken, zodat bakkerijen verzekerd zijn van een bepaalde prijs. Ook stelde zij voor dat bakkers samen gaan werken om de kosten te drukken.